En als er dus sleuring komt, dan is dat meestal op tournee. Mario, is jouw verhuizing naar Antwerpen beroepsmatig? Dus deels beroepsmatig en deels relationeel. Okay. Dus een vriendin die van Londen naar België verhuist en toch een beetje moet aanpassen aan de grote stad komen. Komende van de grote stad kun je niet zomaar droppen in Belgisch Limburg, nee, tussen de boeren. Is dat iets wat al langer, is het voor jullie eigenlijk een welkom geschenk dat hij nu dichterbij komt wonen, of maakt het voor jullie niet zoveel uit? Goh, weet je, als je bijna met periodes elk weekend in een ander land bent en honderden kilometers doet, dan merk je dat Vlaanderen echt wel heel klein is. En dan is naar Brussel rijden of naar Limburg rijden echt niet ver meer. Maar het maakt het nog wel makkelijker natuurlijk voor de repetities en zo, dat je dichter bij elkaar wordt. Dat is wel zo. Ja. Dat maakt voor mij veel gemakkelijker. Ja, wel, vanmorgen om naar hier te komen, het heeft me 2 uur geduurd om op tijd op de trein te halen. Terwijl dat, als ik in Antwerpen woon, is dat 10 minuten. Dat is eigenlijk één groot stadje dit. Ja. Is het voor jou als drummer, hou je daar rekening mee met in huis? Kun je je drumstel bijvoorbeeld daar neerzetten, of nee, is dat niet iets wat je... Ik kan absoluut geen drumstel daar neerzetten, maar dat is ook niet erg. Nee? Nee, ik vind het ook niet erg. Ik vind dat eigenlijk heel fijn, want ik heb het gevoel dat ik telkens als ik iets moet gaan doen, toch naar mijn werk ga. En het geeft me eigenlijk een fijn gevoel dat als ik thuis kom, heb ik een beetje gescheiden van het werk en kan ik bezig zijn met andere dingen. Want hoe is dat voor jullie? Hebben jullie daar inderdaad een soort schema met een vast ritme waarin jullie zeggen van nou, we komen elke dinsdag en woensdag bij elkaar of elke dag? Of hoe ziet een Triggerfinger week eruit? Zeg maar als... wij repeteren eigenlijk vooral met periodes, zeker voor een nieuwe plaat, hebben wij heel intensief gerepeteerd. We zijn in het voorjaar begonnen eigenlijk, januari, februari. En dan repeteerden wij soms 4, 5 dagen op de week, van 10 tot 6 bijna. Dat was echt ons werk. En nu repeteren wij weer intensief om die nieuwe set in elkaar te steken, om een aantal nieuwe nummers spelen. Wel, we hebben die in het buitenland toch in de set gestoken om die al een beetje daar een beetje routine in te krijgen. Dat we niet gelijk alle nummers moeten instuderen nu, deze periode. Maar dat maakt dat we nu wel weer meer repeteren. Als we dan heel veel spelen, tussen platen in, dan repeteren we wel niet veel. Dat is zo. Of soms is dat eens voor set aan te passen, of de nummers die we lang niet gespeeld hebben, of voor een bepaald project, of als we een cover moeten instuderen voor een bepaald project of zo, dan repeteren we wel veel, maar het is meer met wat periodes of zo. Is heel jullie repertoire eigenlijk oproepbaar nu? Streven jullie daar wel naar, dat jullie elk nummer wat jullie ooit gespeeld hebben wel paraat hebben? Of? Nee. Dat is niet zo, dat is met periodes wisselen we dat wel eens af, zodat we zeggen van kijk, nu hebben we... Er is meestal een setlijst die een bepaalde periode meegaat en die een klein beetje verandert soms. Ja. En dan na een tijd passen we die weer aan. Zo. Maar hebben jullie dat wel nodig, want er zijn misschien bands die gaan het hele jaar door, repeteren elke week, maar jullie kiezen bewust voor om wat kortere periodes intensief te doen dan langgerekt en minder intensief? Ja, ik denk dat vooral omdat als je veel speelt, hebben we dat niet echt nodig. Dan is er ook geen reden om, het is stom om te repeteren, om maar te repeteren, zeg maar. Wat dan nu wel het geval is, nu dat we een nieuwe plaat hebben gemaakt en Ruben na de opnames al direct teruggekomen is en weer 2 nieuwe nummers geschreven heeft, dat we wel op regelmatige basis kunnen repeteren, maar dan voor nieuwe nummers. En dat is veel interessanter, dan houdt het ook fris, terwijl dat als je telkens weer set moet gaan repeteren, heeft geen zin. Is dat gevoel wel eens bij jullie ingeslopen, of hebben jullie daar allebei in vorige bands ervaring mee gehad dat op een gegeven moment dat een beetje in een soort sleurproces kan raken? Of waken jullie daarvoor op die manier een beetje? Bij ons is dat eigenlijk nog niet echt zo... Nee. En meestal hebben we al zo zinnig gerepeteerd voor een bepaald doel dan of zo. Dus. En als er de sleuring komt, dan is dat meestal op tournee. En dan voelen we dat ook wel. Dus dan is het van, dit gaat precies een paar optredens zo al wat slordiger gespeeld. En zo van, kom gasten, we moeten het nog eens echt even de puntjes op de i zetten. En dan hebben we dat pas vlak voor Lowlands hebben we dat eigenlijk gehad. Dat speelden we in Frankrijk en dat was zo een beetje een setup veranderd. En het zat niet zo... Het zat ineens niet meer goed. Niet meer zo goed zo. En dan niet goed zitten voor ons wil dat dan zeggen, als je... Wij zullen het misschien niet horen, maar jullie dat op het podium, dat het totaalgevoel een beetje niet is zoals we dat verwachten, zoals we dat gewoon waren ofzo. Waar ligt dat dan aan? Is dat deels vermoeidheid misschien, als jullie al lang... Ook. Een andere apparatuur, ik had een andere versterker, een andere opstelling geprobeerd en de eerste versie van die opstelling was niet echt succesvol, omdat wij hangen heel sterk af van het goede podiumgeluid, maar dan het naturelle podiumgeluid van de band. Dus ik heb in mijn monitor bijvoorbeeld alleen maar mijn eigen zang zitten en ik hoor de drum naturel naast mij en ik hoor Paul en mijn gitaarversterker staat op dat niveau afgesteld dat ik de rest nog goed hoor. Maar in die opstelling klopte er iets niet en zij hoorde mij dan weer ineens niet meer. Dus we hebben een beetje moeten puzzelen en nu is het perfect.